Het nieuws van donderdag 28 februari. Je waarschuwt de politie voor een vechtpartij en even later word je zelf door ME'ers in elkaar geschlagen. Een bizar verhaal over supportersrellen op de Korenmarkt. Ik draai om en er komt in één keer zie ik een paar gele hesjes. En op dat moment word ik neergeslagen bovenop mijn hoofd door de ME. Authentiek, kleinschalig en leefbaar vooral. Moet Bronckhorst een leuk stadje blijven om te wonen? Of wordt het meer en meer een toeristische trekpleister? Zo jong woont toch vertrouwd. En een Achterhoekse slagerzanger die bekender is in Duitsland dan in eigen land. Goedenavond. Verbijsterd zijn ze en heel erg boos. Marco Zweers en zijn vrienden uit Velp. Volgens hen zijn ze zaterdagavond zonder enige aanleiding in het centrum van Arnhem door de ME in elkaar geslagen. Zowel Zweers als een van zijn vrienden raakte daarbij gewond. Ze dienen een klacht in bij de politie. Marco Zweers loopt zaterdagavond met vrienden naar de Korenmarkt om te gaan stappen. Ze zien een flinke vechtpartij en waarschuwen politieagenten die iets verderop staan. Die gaan op de vechtpartij af. Ik ben op een gegeven moment toch nieuwsgierig, dus ik loop hier naar de stoep en ga met de handen in de zak, draai ik om en ik kijk vervolgens naar het haarhuis om te kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. En op een gegeven moment, ik hoor iets en ik draai om en er komt in één keer zie ik een paar gele hesjes en op dat moment word ik neergeslagen bovenop mijn hoofd door de ME. Ja, de nare springt ertussen om de boel te sussen. Ik zeg dat ze de verkeerde te pakken hebben en dat ze op de hoek van de straat hebben moeten wezen. Ja, waardoor ik ermee bemoeide en ik van achter ook benaderd werd door een paar ME'ers waardoor ze me over de rug heen sloegen. En vanuit dat deed erg zeer. Ik wou er van tussen en de laatste klap gaf hij me op mijn arm. Ja, daar heb ik nou nog last van. Daar loop ik al een week mee in de ziektewet eigenlijk. Dus. Een enorme bult op het hoofd. Gewoon zo'n appel op mijn hoofd. En ik heb de volgende dag de hele dag het ziekenhuis gezeten. En 3 ribben gekneusd en een hersenschudding. De twee beweren op grote afstand van de vechtpartij te hebben gestaan. En niet gewaarschuwd te zijn door de ME. De kok van een van de restaurants die net buiten staat, bevestigt het verhaal. Een ME zonder iets te zeggen of weet ik wat, komt de hoek omzeilen en begint zomaar uit niets op mensen te slaan. Waarop die man de hoek helemaal in wordt gedreven naar daartoe en daar nog een paar klappen krijgt. En waarop ik reageer dat niet normaal is. En andere omstanders hebben daar ook op gereageerd dat het niet normaal is. Volgens de politie was er sprake van een flinke crisissituatie op de Korenmarkt, waar een groep van zo'n 25 man zich tegen de agenten zou hebben gekeerd. Er zou gedreigd zijn met barkrukken en glazen. Agenten en ME'ers grijpen met de wapenstok in om de partijen uit elkaar te drijven. We hebben uiteindelijk weten te voorkomen dat er echt een enorme rel op de Korenmarkt zou zijn ontstaan. Waarbij misschien meerdere gewonden en zwaar gewonden en misschien zelfs wel doden zouden zijn gevallen. Dat er dan in die consternatie misschien iets gebeurt wat achteraf niet helemaal juist is geweest. Die mogelijkheid zit er altijd in. Zweers en Van den Berg gaan allebei een klacht indienen over het optreden van de ME. De politie geeft aan de zaak zorgvuldig te zullen onderzoeken. Het pittoreske stadje Bronckhorst is in rep en roer over de toekomstplannen van de gemeente. Die wil vol inzetten op uitbreiding van het toerisme. De belangengroep Stad Bronckhorst is bang dat de komst van nog meer toeristen het karakter van het plaatsje aan de IJssel compleet om zeep helpt. Bronckhorst, een van de kleinste stadjes in Nederland. 167 inwoners. Per jaar zo'n 70.000 toeristen. Meer dan genoeg, vindt de belangengroep Stad Bronckhorst. Natuurlijk zal het toerisme hier groeien. Dat is onvermijdelijk. Het is ook niet erg. Niemand is tegen het toerisme. Alleen, we zijn bang dat als het zo gaat worden, zoals de burgemeester en het college misschien het wil, dat het dan te massaal hier gaat worden. We hebben een jaar gewerkt met een heleboel partijen aan een ontwikkelingsvisie voor het stadje Bronckhorst. En daar zitten een twintigtal plannen zitten daarin. Noem er eens een aantal. Nou, het maken van de VVV-informatiepunt, het weer zichtbaar maken van de oude kasteelheuvel. De gemeente barst van de ideeën voor de parel van de Achterhoek. Maar volgens de belangengroep verliest het juweel op deze manier wel heel snel haar glans. Het gaat groeien, dat weten we natuurlijk. Alleen wij willen zorgen dat het niet te massaal gaat worden. En dat de mensen hier dus ook nog kunnen leven, dat het niet alleen toerisme wordt. Het moet niet geen Valkenburg worden, daar zijn wij zo bang voor. Als je hier huis aan huis terras aan terras krijgt, als je een heleboel winkeltjes krijgt met allerlei prelaria, dan wordt het een soort Valkenburg en dat willen we niet. Ik ben toevallig het weekend in Valkenburg geweest, maar het was heel mooi in Valkenburg, moet ik zeggen. Dus dat zou je niet erg vinden?
Nee, ik weet niet welke elementen van Valkenburg. Kijk, als je kijkt naar de omgeving van Valkenburg, als je kijkt naar de wellness van Valkenburg, dat is geweldig. Uit een enquête onder de bevolking van het plaatsje blijkt dat 80% het Bronkhorst van nu prettig vindt. 75% erkent dat het toerisme belangrijk is. Toch zegt bijna 60% bang te zijn voor de groei van het toerisme. Vanavond is er een raadsvergadering waarin de plannen aan de orde komen. Het volleybalbolwerk Longa uit Lichtenvoorde dreigt om te vallen. Gisteren werd bekend dat het faillissement is aangevraagd. De volleybalsters willen het seizoen graag afmaken. Maar of dat er nog in zit, is hoogst onzeker. De speelsters van Longa melden zich voor wellicht hun laatste training. De toekomst van de zo roemruchte dorpsclub uit Lichtenvoorde staat zomaar opeens op het spel. Zeker wel een raar gevoel, ja, sinds dat we het horen hebben gekregen een paar dagen terug. Onwerkelijk lijkt me. Ja, het is een verrassing. Net zoals het een verrassing voor ons is, zal het ook een verrassing zijn voor sponsors en supporters die ons al jaren steunen. Longa was de laatste jaren toonaangevend in Nederland. De landstitel werd gepakt in 2004 en 2005. De beker werd 3 keer veroverd en de Supercup ging 2 keer naar Lichtenvoorde. Internationaal telde Longa ook mee, met goede prestaties in de Top Teams Cup. De club Longa blijft sowieso bestaan, want in 2003 werd het eerste damesteam al ondergebracht in de stichting Topvolleybal Lichtenvoorde. En die stichting gaat nu failliet. Gelukkig is verder de vereniging Longa wel buitenschot gebleven. Ik heb op dit moment geen aanwijzingen dat, dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, persoonlijke fouten van bestuurders of andere betrokkenen. De financiële problemen stapelden zich dit seizoen verder op. En het ontslaan van trainer Eichinger is daar ook debet aan. Er wordt wel meer gegist en gesuggereerd. Maar het zal niet de belangrijkste oorzaak zijn. Longa wil het seizoen toch nog proberen af te maken. Het zijn geloof ik nog maar 6 wedstrijden. Maar goed, anderzijds, ik ben ook curator van de stichting. Dus als er kosten gemaakt moeten gaan worden na volgende week, daar ben ik ook heel duidelijk in naar iedereen toe. Dan zal iemand anders die kosten moeten gaan dragen. Ja, het is heel raar. Maar dit soort kampioensfeesten lijkt dus voltooid verleden tijd. Werner Rettlich, hebt u al van hem gehoord? In Duitsland begint hij een gevestigde naam te worden. De slagerzanger staat morgenavond in een grote Duitse televisieshow Werner's Grüne Musikantenschenke. Wij zochten de artiest op in zijn heimaat, het Achterhoekse Terborg. De van oorsprong Haagse zanger Werner Rettlich, en ja, met die naam is hij ook echt geboren, is een aantal jaren geleden niet voor niets naar de Achterhoek verhuisd. Werner heeft in 2002 de overstap gemaakt van Engels naar Duits repertoire. En de Achterhoek ligt dan gewoon dichter bij het Duitse publiek. En met Duitsers kun je een feestje bouwen. Als een Duitser het heel erg gezellig vond, dan zit hij met zijn vingers op de tafel te trommelen. En dan komt hij na afloop rustig naar me toe en dan staat hij rustig een half uur in de rij voor een handtekeningkaart. En dan denk ik, oké, ik heb mijn werk goed gedaan. Hij heeft een typisch voorkomen voor de Duitse televisie, bepaalde charme tijdens zijn zingen. Ja, eigenlijk wel dingen die het Duitse publiek tussen aanhalingstekens vreet, daar voldoet hij wel aan. Ja. Wat is een typisch Duits voorkomen? Een typisch Duits voorkomen? Nou ja, dat is, je hebt hem net gezien, dus dat is Werner. Werner is morgenavond te zien in een grote Duitse tv-show die al jaren loopt en zo'n 2 miljoen kijkers trekt. Een belangrijk optreden dus voor Werner. Hij gelooft erin. En ook zijn manager denkt al aan een doorbraak. Juist doordat hij heel gewoon is, heel dicht bij het volk staat. Hè, dat is ook wat Frans Bauer in Nederland bijvoorbeeld heeft. Nou, dat heeft Werner ook wel. Nou, kost het hem moeite om gewoon te blijven? Nee, hij is soms wel een beetje te gewoon zelfs. Waarschuw ik hem af en toe van, joh, je mag best een beetje meer de ster zijn. Zo'n stukje a cappella zingen, zou dat lukken? Tuurlijk. Zal ik dat nu meteen doen? Ja? Zing ik het liedje wat ik morgenavond ook zing tijdens het televisieprogramma. Die eerste zonnestralen, ze streichen deine Haut. Der neue Tag begrüßt dich, so jung und. En natuurlijk gaan we niet weg zonder de over een paar jaar hopelijk kostbare handtekening. Het is geen graffiti, geen poster, maar wel reclame op gemeentelijk bezit. Is het verboden of gewoon een slimme vondst? De
De dode man die maandag is gevonden in een seniorenflat aan de OC Huismansstraat in Nijmegen is inderdaad de 66-jarige bewoner. Familie heeft de man geïdentificeerd. De politie gaat ervan uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. 25 rechercheurs onderzoeken de zaak. Over de voortgang van het onderzoek wil de politie niets kwijt. Het moskitoapparaat dat in een winkelcentrum Meihorst in Nijmegen is opgehangen om hangjeugd te verjagen, moet weg. Dat vindt de meerderheid van de gemeenteraad. De moskito produceert een hoge pieptoon. De gemeenteraad wil eerst weten of gebruik van het apparaat wettelijk is toegestaan. Een muis en twee vogels zijn het slachtoffer geworden van een brute manier om ongedierte te bestrijden. Een stuk karton vol met lijm en voedsel werd de dieren fataal. De gruwelijke vondst werd gedaan door medewerkers van bureau Toezicht in Nijmegen. Ze hebben de dierenambulance Nijmegen ingeschakeld. De plannen voor hoogbouw aan de Hogeweg in Velp zijn door de gemeenteraad van tafel geveegd. Op de plek van een garagebedrijf zou een appartementencomplex van 4 hoog komen. Omwonenden zijn daar fel tegen. De raad heeft nu besloten dat er maximaal 10 meter hoog gebouwd mag worden. Kunstprofessor Henk van Os heeft vandaag voor zijn 70ste verjaardag een bijzonder boek gekregen met de titel Avonturen met een collectie. Nou ja, dat begrijpt u wel. Dat is voor mij natuurlijk heerlijk. Om mijn plezier te doen om over Huisberg te schrijven. Het feest is gevierd in kasteel Huisberg in Zeerenberg, waar Van Os als kunsthistoricus al sinds jaar en dag werkt. Een 42-jarige man uit Winterswijk is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf. De man krijgt de straf voor het stalken van een vrouw. Hij stuurde haar honderden sms'jes en maakte videobeelden van het slachtoffer. Een 29-jarige man uit Emmen kreeg een werkstraf van 60 uur en ook een voorwaardelijke celstraf, omdat hij een vrouw in Stockholm stalkte. Eetcafé Max in Terschuur is afgelopen nacht uitgebrand. 5 bewoners van het pand konden op tijd wegkomen. De brandweer hield naastgelegen panden nat om te voorkomen dat de vlammen zouden overslaan. Het eetcafé was niet meer te redden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Een 25-jarige militair uit Barneveld van de luchtmobiele brigade is in hoger beroep veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De man smokkelde en verhandelde wapens vanuit voormalig Joegoslavië. Via een collega bood hij ze onder meer aan de Hells Angels. Een 23-jarige man uit Nunspeet wordt verdacht van loverboy-praktijken. Hij zou een paar jaar geleden een jonge vrouw tot prostitutie hebben gedwongen. Het geld wat ze verdiende moest ze afstaan. De nu 21-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan tegen de man. Er komen obstakels op een deel van de Ophemertse dijk bij Tiel om inrijden voor automobilisten lastiger te maken. Op de dijk is doorgaand verkeer niet toegestaan, maar automobilisten gebruiken hem stiekem als sluiproute. Dit tot grote ergernis van dijkbewoners. Als de obstakels niet werken, wordt de dijk alsnog volledig afgesloten voor verkeer. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Lisbeth Kalf uit Gorssel sleept de gemeente Lochem voor de rechter. De hoogbejaarde Gorsselse eist een torenhoge schadevergoeding omdat ze gewond raakte toen ze uitgleed op de stoep in de Hoofdstraat. De dorpsbewoners klagen al jaren over de gladde stoep. De 80-jarige is niet het eerste slachtoffer van de veel te gladde stenen. In de volksmond wordt dit stoepje al de boulevard van Gorssel genoemd. Volgens de 80-jarige Lisbeth Kalf zijn de monumentale Belgische stenen levensgevaarlijk. Ze heeft 6 weken op krukken moeten lopen toen ze over de steentjes uitgleed. Ik was op een avondwandelingetje en de tegels waren vochtig. En u ziet dat hier die algen groeien. Daar vallen dan ook nog weer takjes op. Als dit nat wordt, dan is het gewoon een ijsbaan. Maar ik ben wel alleen nog naar huis gestrompeld en heb toen de eerste hulp van het ziekenhuis gebeld. En ook andere dorpsbewoners en winkeliers klagen steen en been over de stoep bij de gemeente. Mijn zoon ook, want die is met zijn fiets onderuit gegleden, bijna onder de bus. Dat is ontzettend gevaarlijk. De hoogbejaarde had een gescheurde lies en had bloeduitstortingen aan benen en armen. Waardoor het ook erg moeilijk was om op mijn krukken te lopen. Dus het is echt een probleem voor me geweest. De hele linkerkant was gekneusd, plus dan de verrekking aan de lies. Het slachtoffer wil nu de gemeente voor de rechter slepen voor een torenhoge schadevergoeding. Het is klein en dit is voor mij veel te hoog.
Ik kijk naar de grond als ik loop om proberen niet te vervallen en niet omhoog. De gemeente weigert voor onze camera op de kwestie te reageren. Maar er zijn ondertussen wel proeven genomen. Experts hebben inmiddels getest wat nou de beste methode is om die stenen minder glad te krijgen. Allereerst hebben ze hier de steen met duizenden kogeltjes bekogeld. Het is inderdaad stroever, maar veel grijzer. Het ziet er natuurlijk niet uit. En de tweede methode is dat ze een hele grote frees hebben gebruikt. En dat zien we hier. Er zijn enorme stukken uit de steen weggehaald. En dat maakt het natuurlijk inderdaad minder glad. Bullshit. Want, zo zeggen de dorpsbewoners, de gladheid ontstaat door algengroei op en tussen de tegels. Hoe hobbeliger het oppervlak, hoe meer algen houvast kunnen krijgen. De deskundige die zei direct zelf al van, als er geen onderhoud wordt gepleegd, dan slipt dat ook zo weer vol. Dan hebben we het probleem zo weer. Dus het is onderhoud. Met andere woorden, de gemeente moet hier eens een keer gaan bezemen. Bezemen, ja, echt een beetje structureel. Misschien met een hoge drukreiniger, met een beetje sopje om dat spul weg te krijgen. Volgende week beslist de gemeente Lochem wat er met de boulevard van Gorssel gaat gebeuren. Een bijzondere manier van reclame maken. Zo mag een actie van een plaatselijke autoverkoper uit Nijmegen gerust worden genoemd. Hij heeft stoeptegels middels een hoge drukreiniger voorzien van een afdruk van het nieuwste milieuvriendelijke model Smart. De gemeente Nijmegen beschouwt de actie als vervuilend, maar eigenlijk worden de straten er alleen maar schoner op. Ze zijn niet beklad, besmeurd en niet bespoten. De stoeptegels van de Hezelpoort in Nijmegen, gebruikt voor een reclamestunt van autofabrikant Smart. Omstanders kunnen het wel waarderen. Het lijkt een beetje op die projecties die je ook wel eens ziet in de stad op de vloer geprojecteerd. En dan krijg je ook van die lichte en donkere plekken. Ja. Mooi. Wat vindt u hier nou van? Ja, geweldig, toch? Of niet? Jawel, mooi hoor. Het is vooral een slimme vondst van een autoverkoper uit Nijmegen die met zijn actie de mazen in de wet heeft gevonden. Want dit mag niet. Maar het schoonspuiten van tegels, wat is daar eigenlijk op tegen? Zolang het geen politieke propaganda of aanstootgevende beelden of wat dan ook zijn. Nou, dan is er toch niks op tegen. Beter dit dan van die schreeuwende billboard overal. Ik heb er niet zoveel last van. Nee. Hoe schoner de stad, hoe beter zou je zeggen. Maar de gemeente Nijmegen ziet de actie bepaald niet als een opknapbeurt voor de straat. En dus worden de afbeeldingen verwijderd. Nou ja, verwijderd. De gemeente gaat zelfs onderzoeken of reclameuitingen door hoge drukreiniging verboden kan worden. En dan nog het weer. Er was voorspeld dat het een bewolkte dag zou zijn met een spatje regen. Maar zo slecht was het helemaal niet. Ja, soms zit het tegen en soms valt het ook mee. En vandaag duidelijk een meevallende dag, want de storing die op het menu stond voor vandaag, die trok veel zuidelijker over België. En daarom bleef het in Gelderland gewoon droog en was de zon ook af en toe te zien. Het was niet zo open zoals gisteren. Toen hadden we stapelwolken afgewisseld door stroken met blauwe lucht. Soms was de lucht vandaag ook wel even erg grijs, maar het bleef gewoon droog. En nu denkt u wellicht, dit is een foto op de kop. Dat is het natuurlijk niet. Dit is de weerspiegeling van de bomen. En natuurlijk ook van de wolken die over Gelderland dreven in het water hier bij Barneveld. En dan vanuit de andere kant bekeken, vanuit de ruimte, een heleboel bewolking en een aantal storingen. De storing die vandaag over België trok, die trekt weg richting Duitsland. Er komt vanuit het westen een nieuwe storing aan, met veel bewolking. Dus morgen zal het een beetje tegenvallen wat betreft de zon. Maar deze storing die wordt uiteindelijk morgenavond ingehaald door een storing heel ver weg hier op het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan. Die storing die brengt niet alleen regen morgenavond, maar ook heel veel wind. En zaterdag krijgen we ook een onstuimige dag. Daarover straks meer. Dit is het plaatje van vandaag met af en toe van die grijze wolken, maar soms ook even een flink gat in de bewolking. En vanavond en vannacht verandert er eigenlijk niet zoveel. Kan mistig worden tegen het eind van de nacht. Is afgelopen nacht niet gebeurd, maar zou wel kunnen. En dat is natuurlijk zeer hinderlijk voor de ochtendspits. Daarbij zal het ietsjes minder koud worden als afgelopen nacht. Ik denk aan 3-4 graden op waarnemingshoogte. Aan de grond kan het afkoelen tot rond het vriespunt. En morgen overdag
denk ik aan vrij veel bewolking. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog in Gelderland. En soms hebben we te maken met van die grijze wolken. En soms zit er ook een verrassend gat in de bewolking. En hebben we eventjes dus geluk. Dus morgen, net zoals vandaag, heel zacht. Ik denk aan temperaturen van een graad of 11. En de wind uit het zuidwesten die gaat in de loop van de middag toenemen. Wordt dan vrij krachtig hier op de randmeren. En morgenavond en nacht wordt het nog veel onstuimiger. Het gaat hard waaien en dus regenen. En die regen die trekt dan zaterdag overdag weg naar het oosten. Daarvoor in de plaats krijgen we weer een open weertype met zon, stapelwolken en een paar buien. Maar het blijft stevig waaien op de zaterdag. Zondag wordt het rustiger, maar dat wordt een bewolkte dag met in de ochtend een beetje regen. Ook dat is nog een hele zachte dag. Begin volgende week wordt het tijdelijk wat minder zacht en krijgen we te maken met een aantal buien, maartse buien. Niet alleen met regen, maar misschien ook wel met hagel of natte sneeuw. Als je niet elk jaar je trouwdag wilt vieren, dan trouw je op schrikkeldag. En het opknappen van een oven kost meer dan 1 miljoen euro. We hebben het dan wel over een monumentale oven voor bakstenen in Randwijk. Een groot deel van het geld is binnen. U ziet het morgen in de TV Gelderland Nieuws. Nog een fijne avond.